Het groen in de gemeente, de bankjes op straat, prullenbakken, het valt allemaal onder de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal speerpunten voor de komende jaren opgesteld, zodat de omgeving mooier en beter wordt. We willen dat onze openbare ruimte goed toegankelijk is voor iedereen. Dus dat betekent dat we heel goed kijken van, dat er geen obstakels staan. Nou, we kennen allemaal de bekende opgehoogde fietspaden in Ede en alle problemen die we daarmee hebben. Nou, ik kan wel één ding beloven, dat we die niet opnieuw gaan aanleggen. En waar mogelijk, waar er geld is of waar een weg al opengebroken wordt, dat die dan weggehaald wordt. Dat heeft te maken met toegankelijkheid en geen obstakels willen hebben. Een tweede punt is duurzaamheid. Voor ons is het heel van belang dat je kijkt naar wat heb je nu in die openbare ruimte. Een weg, een fietspad, maar ook een bankje. Dan willen we vooral kijken, niet alleen wat kost het nu om een bankje neer te zetten. Kan ik ergens een goedkoop bankje vandaan halen? Maar wat kost zo'n bankje over 20 jaar? Hoeveel onderhoud heb je eraan moeten plegen? En laten we dan kijken naar wat we dan in een Engelse term noemen ook total cost of ownership. Wat kost zoiets om het aan te schaffen en te onderhouden? En op die manier ook gewoon duurzame keuzes te maken. En dan het derde punt wat we heel belangrijk vinden is als we kijken naar de gemeente Ede. Dan willen we eigenlijk niet overal als vanuit die gemeente heel strak de regie opvoeren. Zo moet het eruit zien in uw woonwijk. Als je kijkt in een woonwijk, dan hebben we een bepaald plan, een bepaald kwaliteitsniveau. We weten hoe vaak we het gras gaan maaien in uw woonwijk of hoe de bloemperken eruit zien. Als een buurt zegt, ja, we willen iets meer, we willen dat het gras vaker gemaakt wordt of we willen andere struiken in het perkjes. Dan willen we heel graag met de bewoners aan tafel om te kijken wat kan. En vooral, wat kunnen mensen zelf doen? Mensen kunnen zelf kiezen om het kwaliteitsniveau in hun buurt op een andere manier in te richten, omhoog te brengen, door zelf activiteit te ontplooien. Maar er zijn ook plekken in de gemeente Ede waar je juist vanuit die gemeente ook de regie wil houden. En zeggen van ja, kijk naar het centrum, dat moet er gewoon schoon uitzien, heel uitzien. Daar willen we echt op inzetten dat dat een hele mooie en kwalitatief volle plek is om te komen. Maar bijvoorbeeld ook stationsgebied. Nu ligt het stuk er en hoe nu verder? Nou, het stuk ligt er, dus onze visie, onze plannen, hoe het eruit moet gaan zien. Welke plekken wij als gemeente graag de regie willen blijven houden en waar we het meer los kunnen laten. Er zijn allerlei kaarten voor met allerlei kleuren. Vanaf 14 maart tot 29 april kunnen de mensen in Ede dat bekijken, inspreken en ons laten weten wat ze daarvan vinden. Een visie is iets waar aan gewerkt wordt in de komende tijd. Wat is nou het ideale doel? Nou, het ideale doel is dat we eigenlijk hier een plan hebben van hoe gaat Ede eruit zien de komende jaren. Dat is je visie. Maar vervolgens komen er al daar, je gaat een buurt inrichten of er gaat een weg wordt opengebroken. Dan is die visie elke keer dat je naar terug gaat zeggen, wat was nou de bedoeling? Hoe gaan we het inrichten? En die visie geeft eigenlijk de richtlijn aan hoe wij de komende jaren Ede op het gebied van wegen, groen en straatmeubilair willen inrichten.